Maar wat ik heb gehaald, of ik wel heb gekregen uit die Too Good To Go, dat is... Goedemorgen weer beste mensen, super tof dat jullie bekijken weer. Bij deze nieuwe vlog, je bent nu op de klok 17 over 11, om precies te zijn. Ik ga me zo klaarmaken. Voor de rest heb ik eigenlijk niks op de planning. Eigenlijk had ik wel leuke ideetjes voor vandaag. Om bijvoorbeeld naar Amersfoort te gaan. Maar dat gaat helaas niet door. Spijtig genoeg. Maar dat maakt niet uit. We gaan alsnog gewoon een prima dagje ervan maken. Ook al regent het buiten. Maar dat maakt niet uit. Maar net zoals ik net zei, ik ga me nu gewoon lekker klaarmaken. En dan zien we wel inderdaad hoe de dag gaat verlopen. En ja, voor de rest heb ik eigenlijk niks meer te melden. Dus ik zie jullie straks weer. Ik ga er nu vandoor. En trouwens, jullie zien ook alweer ja, aan de titel een thumbnail. Weer een Too Good To Go. Dus ik ga nu daar naartoe. Dus ik neem jullie mee daar naartoe. Dus ik ga ook inderdaad onderweg ook gaan filmen. Dus ik geniet van deze timelapse. Beste mensen, ik heb het net opgehaald, de Too Good To Go. Ik heb het in de overtuintas gedaan. En zoals jullie kunnen zien zit het inderdaad er helemaal in. Maar ik ga straks ga ik het helemaal inboxen. Beste mensen, ik ben inmiddels al een tijdje op de groep. Ik ga nu zitten, want ik heb inderdaad een Too Good To Go gehaald. Voor de tweede keer deze week. En het is op dit moment nu nog steeds... Op de klok gezien, nog steeds gewoon de dag zelf. Dus nog steeds gewoon 1 en 9 voor jou. Het is nu 11 uur op 24 september. Dat betekent ook nog burendag, maar ik heb niks aan burendag gedaan. En voor de rest gaan we gewoon nu even kijken naar de unboxing. Dus ik knip even met mijn vingers en dan gaan we direct door naar de unboxing. Nou, beste mensen, ik ben er weer. Ik probeer nu ook steeds meer te knippen en te plakken, want anders de video die blijft, vind ik dan meer interessant. Maar ik heb het wederom weer in een Albert Heijn tasje gedaan. En ik ga het ook even filmen met mijn camera, zodat met mijn... weet je, ik ga dat niet doen, want ik weet vanuit de vorige keren dat het niet heel goed ging met mijn normale... video op de camera van mijn telefoon. Dus hierbij, gewoon alleen de camera zelf. Mijn eigen vlogcamera. Maar wat ik heb gehaald, of ik wel heb gekregen uit die Too Good To Go. Dat is een watermeloensap achter iets. Ja, ik weet het ook niet precies. Dan kun je dat echt gaan proeven. Hè? Dat lijkt me altijd nog wel lekker. Lekker proeven tijdens de video. Oeh, zo. Ja, dat smaakt behoorlijk zoet. Maar dit moet je eigenlijk vergelijken met een meloensnoepje. Zoiets, alleen dan iets zoeter. Er zat ook gewoon legit watermelon hier. Als je goed kan lezen. Dus dat is product nummer 1. Product nummer 2, dat zijn. Oh, dit is dan nog langer, nog vrij lang houdbaar nog. Oh. Oké, ik krijg nu weer snaps ondertussen. Dit is tot de 12e goed. 12-11, dus over ruim 2 maanden. Maar dit is gedroogd fruit. Ik weet niet of ik dit hier direct ga proeven. Ik kan het ook direct gaan proeven. Maar ik kan ook eerst. Ja, ik ga eerst gewoon alle andere producten laten zien. Maar inderdaad, gedroogd fruit, wat precies, weet ik niet meer precies.
Ik heb hier een zakje noedels. Want ik was dan bij de token geweest, anders kreeg ik dit soort producten niet. Het lijkt op een soort van pittigheid ding. Technisch gezien is dit recentelijk over de datum, maar omdat het een droge product is, kan het nog uitgesteld worden met een paar, 2-3 weken max. Misschien langer. Dit mag er sowieso uit, want die heb ik zelf gekocht. Dan heb ik nog noedels. Maar dan instant noedels. Dit is de vegetarische variant. Ook best lekker. En dit is tot zo. Ook nog 2 maanden houdbaar. Nou, deze is de goede code. Dat geeft me voor mij wel weer positief. Een soort van nootjesachtig iets. Eigenlijk moet ik hier alleen nog de stukjes waar nog schilletje omheen zit, moet ik alleen nog afhalen. Dus het is gewoon kan ik het als een snack eten. Het is wel helaas nog zouten. Zoals je ook een beetje kunt zien. Dit is niet zo heel lang houdbaar, zie ik. Tot de 30ste van deze maand. Dus ook nog ruim een week. Maar dit komt sowieso wel op. Dan heb ik nog. Oh, dit ruik je enorm. Mijn tas ruikt er zelfs na. Sojasaus. Heerlijk erbij. Het is eigenlijk Kikkoman sojasaus. Dus als ik een keer iets met nasi eet, nou, dan kan ik het best gebruiken. Wel apart dat het in zo'n flesje zit. Hey, maar sojasaus is sojasaus. En als het bij sojasaus dan hoort er ook. Gebak uitjes bij. Het spreekt voor zich. En ik heb 3 van zulke yoghurtkoekjes. Eigenlijk had ik er 4, maar zoals je kunt zien, ik heb er wel geproefd. Want anders zou ik het ook niet zo snel heel snel delen. Maar dit smaakt ook op zich lekker. Je moet het ook niet dagelijks doen. Je moet het ook niet dagelijks gaan nemen. Vind ik zelf. Op zich smaakt het wel oké. Alleen voor elke dag zou ik het ook niet doen. Ik zou gewoon onderdag of gewoon om de 2 dagen, dan blijft het alsnog in die zin lekker. En dit voor een redelijk goed bedrag. Met sojasaus, wat normaal belachelijk duur is. Dit, de prijs van het product, weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar dit heeft een waarde van €4,99. Ik denk dat dit het duurste is. Want het gaat er sowieso weer prijzen. Maar ik vind dit wel waard. Ik vind de serie wel waard voor €4,99. Dat betekent wel dat ik voor de komende week niet zo heel veel meer heb op rekening. Maar dat komt wel goed. Ik vind het leuk om gewoon zo'n to-go te halen. Dat is gewoon een verrassing. Want normaal haal ik alleen maar chips en snoep. En nu is het gewoon een beetje onvoorspelbaar wat ik haal met die to-go. Dus hierbij een beetje weer een tweede deel of deel 2 van Too Good To Go. Als jullie dat dit vaker willen zien, nou, geef dan sowieso die like bij 15 likes. Bij 15 likes ga ik het over. Oh ja, moet ik eventjes goed nadenken. Ga ik het sowieso volgende maand nog een keer doen. Ik vind het hartstikke leuk om dit soort dingen ook gewoon te laten zien aan jullie. Maar voor de rest, dit was het eigenlijk in die zin. Ja, inderdaad. Dit heb ik inderdaad gewoon bij de appie gehaald. Plus 2 keer een liter Fanta. Nee, 99 cent. En ik had drinken nodig. Dus het komt wel gewoon in die zin goed uit. Normaal, als ik zo'n Too Good To Go haal, dan hou ik er niks extra's bij. Maar dit keer dacht ik, nou weet je, ik hou gewoon voor deze 1 keer. Gewoon maar bij. En voor de rest, inderdaad, net zoals wat ik net zei. Dit was een beetje met de Too Good To Go. Unboxing, achter iets. Maar ik zie jullie straks weer als ik weer iets ga doen. En trouwens, ik heb voor de rest van deze avond, dat avond, heb ik film gekeken hier op de groep. Dus. Maar ik zie jullie als ik nog iets bijzonders ga doen deze avond. Dit soort video's vind ik legit heel erg leuk om te maken. Ook gewoon leuk omdat ik er ook meer tijd aan spendeer met het bewerken van de video's.
En ook gewoon dat het misschien voor jullie ook nog wat leuker is. Daarom vind ik het ook heel leuk dat ik inderdaad 9 oktober naar de Walibi Friday Nights ga. Zodat ik in ieder geval een hele leuke dag heb. En tegelijkertijd gewoon die avond of de nacht gewoon de vlog kan bewerken of die video. Want ja, het is zo, als ik vandaag een video maak, dus vandaag is de 24e, morgen 25e, direct om 4:30 lukt me bijna nooit. Maar sowieso op de dag zelf. Inderdaad, eergisteren kwam er geen video online, maar dat kwam gewoon puur omdat ik heb altijd gezegd, als de vlog echt niet leuk is, dan ga ik hem ook niet uploaden. Dus daarom hebben jullie gisteren nog wel een vlog online gezien. En nu dus ook gewoon een vlog. Dus, maar ik zie jullie als ik weet. Beste mensen, ik ben weer terug. Ik ga nu alvast de video of vlog afsluiten, anders wordt het niet zo veel te laat weer om video op te nemen. En dan kan ik nu nog steeds een beetje over normaal nog normaal van u praten. Maar ik wil jullie heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Echt heel erg bedankt. Zie je vriend niet een dikke duim omhoog zetten. Vind je lekker aan het abonneren hier beneden. En hier te liken. En dan zie ik je hopelijk morgen natuurlijk gewoon weer bij een nieuwe vlog. En dan zal ik zo nog bij. Laat.